Het is je boy Glenhoofd. En ik ben klaar met mijn examens. En dat betekent meer video's maken. Allee, ik ga proberen, want ik weet nu niet hoe het gaat zijn met school en dergelijke. Want ik ben nog steeds van thuis uit studeren. En ik ben het f***ing beu, eerlijk gezegd. Zoals jullie het misschien wel gezien hebben. En heb je het niet gezien, dan leef jij waarschijnlijk onder een steen. Maar rellen in Nederland. Yes, sir. Toch nog een beetje sensatie dit jaar. Allee, het jaar is net begonnen, maar waarom niet? België zaagt al een half jaar. Ze doen geen teringmoer. In Nederland doen ze het gewoon direct. Maar ik vond het wel grappig om dat toe te kijken. En ik wil er nu ook, ja, mijn mening boeit eigenlijk niemand. Oké. Maar ik zit nu op de website van Dumpert. Leuk feitje. Het is nu dinsdag 21 uur. Dus de avondklok is net ingegaan. Ik ga eerst Dumpert bekijken. En daarna ga ik op Instagram. You know, help, ik ga doen het. Ewa, ja. Bel ambulance. Hé, maar hoezo duurt deze video 5 minuten? Ik dacht dat die letterlijk een paar seconden duurde. Niemand wil dit zien. Het boeit ook niemand. Ik kan volgens mij dood, man. Ewa, ja, doe het dan normaal, mooi. Kutquoters wel eens doen. Oh, no. Deze pineapp staat niet, maar allee. Gewoon vuur toch? Oh, maar dit is van vandaag. Wow, is dat vandaag? Hé, dat is ook vandaag. Dat is ook vandaag. Hé, maar ik loop gewoon achter. Maar zijn... Mis ik hier nu context of niet? De supporters van... En... Wat is dit? En haar brullen willen vanavond hun stad beschermen, maar... Zijn voorlopig door de politie ingesloten. Hé, waar de zijn jullie mee bezig? Mensen willen jullie helpen. Ik zag vandaag zo'n video. Als ik het terugvind, ga ik het jullie tonen, maar ik denk het niet. Ik zag zo'n video dat een café guy zijn dingen wou beschermen en die kreeg boete. Politie kan gewoon niks, man. Maar wat zijn leuke filmpjes. Eerst zo'n groep in. Het is er nog ineens 8 uur. Bro, nu jullie terroriseren jullie eigen land en jullie besef gewoon, moesten naar Nederlanders kijken. Yo, fucka. Leuk wat jullie doen, jullie maken mijn avonden super tof. Zeggen boven de 18, maak het ding eens kapot of zo. Ewa, ja, je betaalt ervoor uiteindelijk. Ja, mijn scooter staat er nog. Is het Hilversum? Is mooi, jongen. Elke keer als ik zo'n explosie zie, moet ik altijd denken aan New Kids. Wel gek hoe ver dat deze dingen gaan. Besef jullie niet? Deze dingen gaan gewoon next level. Besef gewoon hoeveel content ik daar kon maken, hè? Ze maken ruzie met buurtbewoners. Bro, ik doe dat geluid net aan het eerste wat ze zeggen. Gaan ze met stenen smijten ofzo, of gaat er iets spannends gebeuren? Maar deze Insta-pagina, ik hou ervan. Ik volg het nog niet heel lang, maar ik hou er gewoon van. Als jij iets wilt weten over deze situatie, volg hem. Ik zeg gewoon mokromoed. Ja, tering, ik wil geluid. Nerf introduces the new Super Soaker Shot Blast with up to 25 feet of soaking action. It's Nerf or nothing. Nerf. Hoe komen mensen op zulke dingen? Kom maar, daarmee moet je toch lachen. Er was iemand in Gent, of laat me zeggen, iemand wil protesteren in Gent. Ik dacht bij mezelf, Ewajan, leuk. Jammer genoeg is die Facebookpagina offline gehaald, dus ik kan daar niet op reageren. Maar ik ben zo'n poffe Instagrammer. Hey, protest tegen avondklok Gent Centrum. Volg je mij nog niet? Ah, volg me dan. Glenhoofd. Zaterdag gingen ze een protest doen in Gent. Protesteren voor de avondklok. Er gaan zeven mensen gaan naar de protest. Ewa, ja, super tof. Waarom gaan ze dat doen voor de avondklok? Maar in die tekst van onder stond avondklok om 21 uur. Dus ik dacht bij mezelf, tja, de nachtwinkels gaan toch pas dicht om 22 uur. We leven niet in Nederland, hè. We mogen buiten tot 12 uur. Dus wat de fuck ga jij na 12 uur nog doen? Misschien naar huis rijden of zo? Chillen in het weekend? Oké, ik kan veel opnoemen, maar... Oké, maar ik wil even zeggen, ben je van België en zie je zoiets? Ga er niet naartoe. Waarom niet? Jij maakt jezelf daar nog kutter mee. Want als je niet aan de regels houdt,
EYA. En je wordt opgepakt. Ja. Dit is wel een rare video. Ik ben niet voorbereid of zo. Ik dacht van, ik had er gewoon zo poef inspringen moet. De boys and girls. De movie, de trailer van de movie, I don't know hoe ik het moet noemen. Gaat ook op mijn YouTube kanaal staan om 20 uur. Waarschijnlijk als je dit na 20 uur kijkt, staat hij online. Geef deze video zeker een like. Laat me weten wat jij van de rellen vindt. Laat me weten, moesten er rellen zijn in België en je woont in België of dat je zou gaan of niet. Ik zou gaan voor content, dat is gewoon al. Ik ben nu benieuwd eigenlijk naar zaterdag, want in zaterdag ging er iets gebeuren in Gent. Ik moet die dag toevallig werken in Gent, you know. Abonneer! Meer dan de helft is nog niet geabonneerd. Ik vind dat super sad. Gun maar gewoon een subje. Het kost jou geen ene tering meer. Like, deel, comment, reageer. Ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Volg me zeker op TikTok. Hashtag kom op tegen Pachas. Die dingen gingen gewoon te viraal. Ik vond het gewoon te grappig. Ik hou van jullie. Kusjes. Fuck iedereen.